Hallo en welkom bij aflevering 219 van de Ed Hardings Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ed Hardings en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Bert Boerland. Bert is een business nerd en manager business development bij Trifork Amsterdam. Hij is oprichter van menig stichting, bedrijf en beweging op het gebied van open source en business. Bert begrijpt techniek, houdt van zaken doen en geeft om mensen. Bert ken ik al lange tijd en toch was dit onze eerste ontmoeting. Al jaren is Bert groot fan en trekker van evenementen rondom Drupal. Bij de start van mijn eerste blog en ook later heb ik veel onderzoek gedaan naar hoe je je blog het beste kunt publiceren op het web. Tijdens dit proces kwam ik uiteraard ook Drupal tegen en heb ernaar gekeken. Uiteindelijk in 2005 koos ik voor WordPress en heb Drupal aan de kant geschoven. Na jaren met veel plezier heb ik gewerkt met WordPress en ook heb toegepast bij veel klanten, dacht ik dat ik iets moest terugdoen aan dus over aan de gemeenschap. En daar hebben we het veel over in dit gesprek, de gemeenschap. Voor de eerste keer organiseerde ik samen met een aantal anderen WordCamp Nederland in 2009. Om als commercieel bedrijf Drupal goed in te zetten, is Bert samen met de kampioen Wundercrowd Nederland gestart. En begin 2019 heeft hij Wundercrowd verkocht en werd na een korte pauze verantwoordelijk voor de sales bij Trifork. In het kantoor van Trifork in Amsterdam hebben we dit gesprek. En Bert vertelt hoe hij open source ziet en de link naar ondernemen. En vooral dat menselijke aspect hierin. Veel plezier met de inzichten van Bert. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning. Jeetje, dit is echt ongelooflijk. Het is vervelend weer. Het regent. Ik moet door de regen hier naartoe. De OV-trip naar hiertoe is niet het meest gunstige, zeg maar, voor mij in ieder geval. Mm-hmm. Want op het moment als ik een bus moet pakken, dat is altijd zoiets van, oh shit, een bus. Scholieren. Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom dat is. Dat is ja, misschien wel uit het verleden dat ik zelf naartoe met de bus naar school ging. Maar ik zit nu eindelijk bij Trifork. Oh, sorry. Ja. Ik zit nu eindelijk bij Trifork, kun je ernaar uitknippen. En een gesprek wat al lang in de making was, we hadden al een keer een afspraak staan zelfs. Ja. Maar nu eindelijk wel. Bert Boerland, welkom. Ja, dankjewel. En wederzijds, want je bent hier op bezoek. Hè? Ja, precies. Ja, maar welkom in de podcast. Welkom hier in Trifork, bij Trifork. Ja. Trifork, laten we dan maar eens even gewoon nu beginnen. Wat anders dan anders. Wat doe je eigenlijk hier? Wat doe ik hier? Nou, ik begin maar wat Trifork doet. Trifork maakt heel algemeen gesteld oplossingen voor grotere bedrijven om ingewikkelde dingen aan elkaar te knopen. Dus software development, back-end software development, niet sexy smoelend heel vaak. Maar ook bijvoorbeeld machine learning, wat heel erg sexy is. Dat moet verkocht worden en daar ben ik mede verantwoordelijk voor. Dus dat is bazaal wat ik hier doe. En ik probeer een beetje sfeer te maken en ervoor te zorgen dat iedereen hier blij is. Dat is wel wat ik doe. 'S Ochtends kom ik altijd binnen, maak altijd een rondje, geef ik iedereen, nou bij voorkeur een hand, maar dan loop ik niet voor rond, te maken met iedereen even contact. En dan weten ze echt allemaal dat ik er ben. En dat ik zeg dan altijd rondje 36 blank en dan kijken ze me allemaal aan en dan weten ze ook, ja, Bert is binnen, die heeft dan een rondje gemaakt. Ja. Wat is 36 blank? Oh, 36 rond het schaatsen, rondje schaatsen, 36 blank. Dus dat is verder geen. Je hebt associaties die ik niet ken, dus ik praat. Ja. Hoeveel mensen moet je dan de hand geven? Als ze er allemaal zijn tegen de 45, officieel 42, daar kom ik later op terug dan. Maar gelukkig zijn ze er nooit allemaal, dus dat is het goede nieuws. Vandaag is zelfs redelijk rustig. Nee, ik zeg 42, omdat het bedrijf heeft een filosofie. Wereldwijd is 600 man, de vrouw.
Een bedrijf met een filosofie van wat vroeger de BSW Origin Cellen was. En dat wordt hier geïnterpreteerd. Ik weet niet of dat de letter is, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Wordt hier geïnterpreteerd als een bedrijf mag maximaal 42 personen hebben. En daarna moet het splitsen. Dus we zitten hier op 50. Maar dat komt omdat er ook 3 BV's hier in deze verdieping zitten. Maar ik vind het heel prettig. Het is echt een heel groot bedrijf. En het is echt een heel klein bedrijf waarbij je iedereen kent. Je verjaardag kent, handen kan schudden van je mensen. Dat vind ik het allermooiste. Dus dat is echt waarom ik ervoor gekozen heb om hier te werken. Het tweede deel wat ik heel gaaf vind. Het is echt een bedrijf, dus één van de bijna een holocratie methode van besturing. Het tweede wat ik echt heel prettig vind is dat ze laat 1000 bloemen bloeien gedachten echt doen. Dus op deze vierkante meters waar wij nu staan is Elasticsearch begonnen, of is Spring begonnen, of is Axon IQ begonnen. Nou, één van die drie, Elastic, kennen de meeste mensen wel. Dat is een open source search engine die vrij groot is en tussen een miljardenbedrijf. Tenminste voor een miljard naar de beurs gegaan. En daarvan zijn er een aantal van dat soort bedrijven die hier begonnen zijn. En dat vind ik echt heel gaaf. Dat er echt een entrepreneurship is waarbij dingen ontwikkeld kunnen worden, die als open source in de markt gezet kunnen worden en waarmee geld verdiend kan worden. Ja, dat vind ik super gaaf. Want zijn het dan voormalige werknemers die op dat moment met een bedrijf dan commercieel worden? Ja, de meeste. Er is geen gouden formule, maar de meeste hebben inderdaad gewoon gezegd van, goh, dit is gaaf, kan ik dit verder ontwikkelen? En als iemand daarboven is, misschien niet het goede woord, als iemand dan zegt, ja, gaaf, gaan we doen, dan kan het uiten in een los bedrijf. En dat en niet om de credits te pakken van al die bedrijven die succesvol zijn geworden. Maar het is wel mede hier begonnen. En dat vind ik echt gaaf. Dat is gewoon begin maar iets. Het andere super gaaf wat ik vind. We hebben een Volvo Ocean Race. Zo'n grote boot. De eigenaar heeft gewoon zo'n ding gekocht en een Trifork logo opgezet. Dus toen hij over de finish is gegaan. De boot heeft 10 jaar lang het record gehad van de snelste boot ter wereld. Heeft hem gewoon gekocht en heeft hij er 2 jaar op gewoond. En heeft hij nu gewoon als, waarmee de klanten kan ontvangen en andere dingen doen. Dus dat soort dingen vind ik echt super gaaf. Ja. En waar ligt dat dan? Die boot ligt nu in Barcelona, als je dat bedoelt. Maar de mast is eraf. Wat ik ook vernam, ik ben hier gereageerd. Maar die boten zijn eigenlijk gemaakt om de finish te halen. En als ze daarna het nog doen, dan waren ze te zwaar. Dus die boten, die moeten echt uiteenvallen bijna als ze over de finish zijn. Dus, en alles is van carbon. En de mast was kapot gegaan. Er is een nieuwe opgezet. En volgens mij gaat die volgend jaar weer in roulatie. En die kleine bedrijf met 42 mensen, dat is Eckert Winsen, toch? Ja, precies. Dat komt uit die hoek. Ja. En ik zeg niet dat we de letter doen, hoor, maar ik vind het heel grappig om bewust bezig te zijn met klein te blijven. Ik heb echt bij grote bedrijven gewerkt, van AT&T tot Unisource, KPN, Tronics en wat niet meer. En in zo'n bedrijf dan is dat echt heel groot. En iedereen die vindt het of prettig om een mammoetanker te zijn, of prettig om een loods te zijn. En de meeste mensen denken dat ze een loods zijn. Ja, een loods om de mammoetschip, het grote bedrijf, ergens heen te brengen. En als je erover nadenkt, als iedereen een loods is, dan is er misschien helemaal geen mammoettanker. Dan zit je gewoon met z'n allen een touwtje te trekken aan elkaar. En dan is het gewoon één kluwen van loodsen die elkaar een kant op sturen. En dat voelt, grote bedrijven voelen heel veel zo voor mij. En dat is wel de reden dat ik bij een klein bedrijf ben gaan werken. Wat wel groot is op een andere manier, maar wat klein is om niet een loodsen die samen ergens heen gaan. Al dan niet met een mammoettanker denkbeeldig ertussen, maar echt losse loodsen, schepen als je wil, die gewoon ergens heen gaan en leuke dingen gaan doen. En uiteindelijk wel een float vormen, maar zonder continu in pas te moeten lopen met de rest. Dat vind ik prettig. Dus er is bijvoorbeeld een bedrijf heet Trifork Eindhoven, wat een volledige zus is, waarmee wij in theorie zouden kunnen concurreren. Dat vind ik heel grappig. En waar we dus ook niet heel veel mee delen, anders dan wat tooling, kennis en branding. Nou, dat zijn zo'n sterke dingen, vind ik persoonlijk. Ja, dat is wel weer grappig, dat je dan weer weinig deelt eigenlijk. Ja, dus dan. Dit is niet de kracht van het geheel dan meer bijna. In grote bedrijven wordt altijd gedacht, we gaan de gemeenschappelijke delen zo hoog mogelijk leggen. Dus we gaan eerst de finance delen en daarna de marketing en dan HR. En uiteindelijk probeer ze, en daarmee haal je, als die lat letterlijk hoger komt steeds, haal je ook, de top wordt steeds platter. Nee, dat snap ik. Ik bedoel vooral kennis delen. Kennisdelen doen we op heel veel andere manieren. Hmm. We hebben een bedrijf dat heet GoTo, waar grote conferenties worden georganiseerd wereldwijd. Maar ook kleine, meer meetup-alike conferenties. En dat is dus wel kennisdelen dan extern, als kennisdelen intern.
Op die manier kan je dat prima borgen dat je ongeveer hetzelfde doet. Maar er zijn ook traffic onderdelen die hele andere dingen doen. Echt een hele andere brand zitten. Dus in die zin is het niet raar dat we niet dagelijks bij elkaar op schoot zitten, vind ik zelf. En dan is de kern wel software? De slogan is thinking software, dus ja. Maar sommige zijn brandsgeoriënteerd of productgeoriënteerd. En sommige onderdelen hebben echt een licentiemodel bijvoorbeeld. Hè? Gewoon software die ze aanbieden. En andere zitten daar wat verder vandaan. Dus wij zitten echt wel heel erg dicht bij open source. En alles wat wij maken is van eigendom van de klant. En er zijn ook onderdelen die meer licentiegebaseerd zijn. Of waar wij een steek in hebben. Axon IQ bijvoorbeeld. Axonic. Daar zijn we een klein aandeelhouder van, maar dat is gewoon een open source bedrijf wat ook commerciële licenties verkoopt, zoals MongoDB of Red Hat of andere bedrijven dat doen. En hetzelfde met Elastic. Dus dat zijn de modellen. Er zijn heel veel verschillende modellen en dat is denk ik ook de kracht. Elk van die bedrijven mag gewoon lekker zelf bepalen wat ze prettig vinden. Ja. Open source, dat is wel een rode draad in jouw verleden een beetje. Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat maakt open source voor jou zo belangrijk? Voordat we dit gesprek gevonden hadden we het over delen en leren. Dat staat natuurlijk niet op de... Maar dat is wel... Het is een platitude, een tegeltje. Maar als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. En dat is denk ik echt waar. Dus ik vind dat we... Als je staat op de schouder van een reus, dat je verder kan kijken dan dat je alleen bent. En dat is het idee van open source. Als je samen een gemeenschappelijk probleem tackelt, wordt het probleem behapbaar en kleiner. En kan je er allemaal voordeel bij hebben. Dus de reden dat ik open source leuk vind is, ja, er zit kracht, er zit energie, er zit vrijwilligers, er zit passie, er zit van alles, van allemaal dingen die heel dicht bij mij staan, waar ik van kan leren. En dat is de reden dat ik daar graag een bijdrage of bij ben, op zijn minst. Ja. Want wat was de eerste software open source waarmee je in aanraking kwam? Ik denk voor de meeste mensen, voor mij in ieder geval wel. Even vanaf, de term open source is vrij jong. Maar open source is ouder dan proprietary software. Hè. Voordat we de commerciële licentiemodellen hadden, hadden we gewoon open source software. Alleen noemden we het niet zo, gebruikten het gewoon. Dus in aanmerking of in aanraking is een beetje gek. Maar de eerste keer dat ik er bewust mee in aanraking kwam, was denk ik een Linux-distributie die ik... Ik werkte toen bij AT&T in 1995. DBGP-routing, dat is het protocol op internet om van A naar B te komen, bazaal. Nou, er waren misschien 10 mensen in Nederland die het konden spellen en wisten wat ze deden. En ik was de 11e. Ik kon het wel spellen, maar ik had er niet zo heel veel verstand van. Maar ik ging heel snel leren, vond ik leuk. En daar bij de telco's in die hoek, destijds was alles gedacht. En het hele internet was toen heel anders, met een open gedachte. En toen ging ik denk dat het 95 kan dat. Ja, ik denk het wel in die buurt. Slackware installeren was mijn eerste Linux-distributie. Dan had je 10 diskettes van het internet of 20 gedownload. En die ging je erin. En dan was echt een ramp om te installeren. Je moest echt de horizontale frequentie van je monitor weten om X aan de gang te krijgen. En nu is het gewoon plug-and-play. Letterlijk net zo eenvoudig als Mac of Windows. Maar dat was die tijd wel anders. Ja. Dus dat was mijn eerste aanraking voor open source. En ik vond het vooral leuk omdat ik een nerd ben. En dingen uit elkaar halen en in elkaar zetten vind ik mooi. En soms lukt dat en soms niet. En hou je wat boertjes en boutjes over. Nou, dat gebeurde mij heel veel. En ik ben altijd degene die altijd alle problemen bij open source ook tegenkomt. Ik ben een geweldige tester. En dat was wel de eerste keer dat ik de gedachte van open source... dat je iets weggaf en dat je daar beter van kan worden. En dat je dat deed zonder er zelf, altruïstisch, zonder er zelf per se iets direct mee te winnen. In de zin die ik begreep vanuit oudsher van geld of dat soort dingen. Dat vond ik wel heel mooi, ja. Ja. De eerste keer dat ik ermee bezig was, was met WordPress. WordPress? Ja. Maar dat is niet open source, toch of wel? Zeker wel. Zeker wel. WordPress? Ja. Oh, sorry, WordPress. Ik ben in de war met WordPerfect. Sorry. Oh, oké. Okay. Sorry, WordPress. Nee, nou. WordPerfect. WordPerfect. Nee, ik dacht heel lang geleden. Dat is ook wel lang geleden, trouwens. WordPerfect. Maar dat, nee, sorry. My bad mistake. Ik ken WordPress. Dit gaat heel donkerlijk. Ik ken WordPress. Don't worry. Precies. Ik denk, En uit die tijd ken ik jou ook ongeveer. Want toen was jij fanatiek met Joomla.
Nou, ik ben nooit echt met Joomla bezig geweest. Ik ben altijd met Drupal bezig geweest. Ah, Drupal. Maar, sorry, met Drupal. Ja, Drupal, maar Joomla en WordPress op een andere manier komen wel ongeveer uit dezelfde tijd, gebruiken dezelfde technieken en hebben heel veel naar elkaar gekeken. Ik ben nu nog steeds verbaasd over het feit dat ik net zei dat WordPress niet open source was. Dat gaat mij echt heel lang nagedrukt. Maar ik zat echt met mijn gedachten nog in 95. En toen gebruikte ik wel Quattro Pro en wel WordPerfect. Dus dat was mijn associatie. Yeah, yeah, yeah. Nee, die drie waren heel dicht bij elkaar. Dus ik ben met alle drie wel... alle drie de gemeenschappen hebben ook een hele andere manier van hoe ze gevormd zijn en wat hun product is. Voor mij is open source een product, een licentievorm en een gemeenschap. En je hebt ze ook echt alle drie nodig. Dus per definitie zou je de licentievorm alleen en de code alleen genoeg hebben. Maar ik denk dat zonder gemeenschap bestaat open source niet. En alle drie hebben ze echt heel anders ingevuld. Dus dat klinkt een heel... ik vind Joomla heeft altijd een beetje problemen intern gehad in gemeenschap. Heel veel forks geweest en splitsingen en heel vaak een beetje ruzie. WordPress is heel erg bijna... hiërarchisch opgezet. Dus één grote partij die alles beslist en alles doet. En daaronder zitten heel veel kleine bedrijven die leuke dingen ermee doen. Maar niet per se met de kern. En Drupal is daar echt een vorm tussen. Waarbij, nou, en Drupal is gebaseerd op nodes. Waarbij letterlijk nodes met elkaar communiceren. Meer in een wolkgedachte, zeg maar. Zonder heel veel sturing, maar wel met een organische vorm die wel richting heeft. In Joomla zag je voorheen, en ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste 5 jaar project minder volgde, dat het veel meer gedreven was op uit elkaar drijven dan bij elkaar horen. En in WordPress is het veel meer, hoe kunnen we ervan profiteren, in mijn optiek, hè, dat is niet helemaal waar, want er zijn heel veel bedrijven die bijdragen, hoe kunnen we profiteren van WordPress in plaats van hoe kunnen we iets aan de kern toevoegen. En dat zie je, Automatic is eigenlijk het enige die echt... aan de kern bepaalt wat er gebeurt en hoe het gaat. En dat is dus niet per se slecht, maar dat is een ander model dan het model waar ik in opgegroeid ben. Ja, ja, voor mij, want ik ben op een bepaald moment ook WordCamp gaan organiseren. Ja. Ik zou zeggen 2000. Met Henk van Kan denk ik dan ook veel. Of nee, die zat in Joomla met, hij zit nu bij Joost. Ik heb zijn naam kwijt, een Fries. Jouke. Ja. En in die tijd was dat voor mij, want ik was niet zo heel goed in programmeren, kon dan mijn site nog in elkaar zetten. Mm-hmm. Een plugin maken, dat was echt niet mijn ding. Dat vond ik ook niet zo interessant. Nee. Maar wat ik wel mooi vond om bijvoorbeeld een evenement te organiseren, om de community, de gemeenschap bij elkaar te brengen, om dingen met elkaar te delen, kennis, expertise. En ja, dat is wel meer mijn ding. Dus dat was mijn gevoel van, oké, ik heb al een paar jaar nu gebruik gemaakt van WordPress bij site, voor mezelf, mijn klanten. Nu wordt het tijd om dit te delen. Dus was het event voor mij zo'n manier. Ja. En dus, ja, ik denk ook dat je gelijk hebt. Dat is die dingen, die kunnen niet zonder elkaar. Nee, precies. Dus dat is het gemeenschapdeel. Ik heb het zelf hoor. Als ik Hello World zou moeten maken in Drupal, zouden er 4 cross-site scriptings in zitten en SQL-injecties. Ik moet vooral niet programmeren. Ik moet vooral, ik ben niet slim genoeg. Nou, dat is niet iets wat ik kan. Maar ik kan, een gemeenschap is veel meer dan programmeren. Net als een gewone gemeenschap heb je een bakker en een politieagent en een burgemeester en wat niet. En ik vond het wel prettig om aan iemand te zijn die aan de weg werkt. Die maakt dat er bruggen komen of als je planologisch ziet, verbindingen zijn tussen. Dus ik denk in 2005 heb ik de tweede Drupalcon ter wereld georganiseerd. De eerste was letterlijk in een frietkot in België. En de tweede hadden we de Baak, heet dat geloof ik. Ik ben even een locatie kwijt. En in Amsterdam hadden we een locatie afgehuurd. Er waren 40 mensen wereldwijd. Dat vond ik super gaaf. En er waren echt hele grote sprekers. Rasmus Leerdorf, de starter van PHP bijvoorbeeld. En wat wij slim hadden gedaan, dat was een O'Reilly conference. Een open source conferentie van O'Reilly OSCON. Die was toen in Amsterdam. Ik ben een paar geweest. Dat zijn op zich heel leuk. En er komen dan heel veel slimme mensen die de benevolent dictators, zoals het heet. Zal straks uitleggen. Maar de leiders van de verschillende open source gemeenschappen komen daar om te spreken om de keynote en whatever bij de OSCON te doen. Maar ze vinden het natuurlijk het leukste om met de leuke, echte nerds te spreken. Dus wat de meeste van die mensen deden op OSCON was gewoon 400 meter verderop. Bij Krasnopolsky was OSCON en wij zaten 400 meter verderop. Dan kwamen ze bij ons toe en gingen ze bij ons zitten. En dat was echt leuk. Dus we zaten met 40 mensen wereldwijd. En alle leiders van alle grote open source projecten, dus MySQL, ik ben even zijn naam kwijt, maar Rasmus, tal van grote mensen zaten daar.
En de mensen die er waren van wereldwijd zijn ook hele interessante mensen geweest. Bijvoorbeeld Chris Messina, de uitvinder van de hashtag, als je het een uitvinder wil noemen. Echt allemaal mensen die echt daarna heel veel grote dingen hebben gedaan. Die waren toen samen en dat voelde heel goed. Dat was echt alsof je dingen creëert. Nou, daar kreeg ik heel veel energie van. Daarna ben ik de Druppel Jams begonnen in Nederland. Dat waren in het begin 40 pizza's in een kelder met soortgelijk. Hetzelfde als jij de WordCamp begon. En dat is intussen ook een evenement van 400-500 man in de fabriek. Twee dagen lang. En ik heb de eerste 10 georganiseerd en nu heb ik het lekker overgedragen. En er zijn heel veel mensen die het beter mogen doen dan ik. Maar dat vond ik altijd wel gaaf. Daar kreeg ik wel energie van. Dus zorgen dat de gemeenschap bij elkaar kan komen. En zorgen dat de gemeenschap beschermd kan worden. Dus het eerste is faciliteren met conferenties bijvoorbeeld. Of camps of meetups of in allerlei gedaanten. En het tweede is zorgen dat de gemeenschap vrij blijft van invloeden die minder prettig zijn. En dat kan van alles zijn. Commerciële invloed die niet goed is. Ik heb heel veel. Druppel.nl was vroeger een anti-druppel site bijvoorbeeld. Die heb ik ook geprobeerd. Of met succes wel teruggehaald. Dus dat soort dingen vind ik heel prettig. Om het beschermen van de gemeenschap. En ook naar buiten als er een negatief nieuws over druppel is. Wat natuurlijk net als bij alles. Hè, zit er een gaat in. Dus dan, vroeger waren er mensen in de FUD-hoek die daar nog wel wat fear and certainty doubt. Die wat dat soort gaten wat meer voor het voetlicht gingen brengen. Dan mag ik het graag nuanceren. Natuurlijk zijn er gaten in software, maar het wordt ook gedekt. Dus gedicht. Dus dat is prima. Dus dat zijn wel dingen die ik altijd prettig vond om te doen in open source. Ja. Ja. En zover ging mijn drive dan net weer niet. Ja. En van Jukke de Vries, die is natuurlijk veel met technisch onlegd, dus die vertaalt ook dingen. Ik heb wel wat plugins nog die ik dan zelf gebruik, delen van vertaald als een soort. Dat zijn dingen die ik nog kan, denk ik. Ik heb ook wel leren programmeren, maar ik vond dat dan, ondertussen heb ik zoveel andere dingen gedaan, vond ik dat niet meer interessant genoeg om dat te organiseren. Nee, Rob, ik denk dat je om die mens of niet, je kan niet alles. Dus dat dus ik denk ook, je moet op dat dit moment, dan moet je in je kracht zitten. Als je nu kijkt naar wat je nu doet bij Trifork, wat zie je daarvan terug? Het werk wat ik bij Trifork doe, wat ik daarin zie in open source, is heel weinig. Ik bedoel, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Het is, De community gedachte is denk ik exact hetzelfde, dat meen ik echt. En dat is denk ik van belang. Dus het delen van informatie. En weten dat er meer slimme mensen buiten dit pand zitten dan daarbinnen. Dat is denk ik dat is wat open source, denk ik. Open source en open bedrijven, denk ik, delen. Zo van oké, er zitten meer mensen. Er gebeurt meer buiten dit pand dan binnen. Dat is gewoon zo. En dat is voor open source wel eens moeilijk geweest. Maar uiteindelijk, not invented here syndrome hebben de meeste open source projecten echt wel last van. Maar uiteindelijk, elk project heeft op een gegeven moment door. De tijd dat je alles zelf moet uitvinden is voorbij. Dus bijvoorbeeld in Druppel zitten hele grote delen van Symfony. Symfony is een open source PHP framework. Waarvan we echt, waarom zouden we dit nog opnieuw gaan uitvinden? Het bestaat al, het is goed. Iemand anders houdt erbij, laten we het incorporeren. De eerste keer dat gebeurde was bijvoorbeeld met jQuery. Ik weet niet of je dat kent, maar dat was een open source JavaScript, destijds hip JavaScript framework. En wat ik gaaf vond, dan John Rancic is denk ik. Volgens mij de J is van de John. Dries, de founder van Druppel, heeft hem gewoon gemaild. Zo van, joh, we willen het graag in ons open source project hebben. Maar het heeft een andere licentievorm dan de onze. En die zijn incompatible met elkaar. Nou, heel ingewikkeld. Maar wil jij dual licenseren? En zegt John gewoon ja. Nou, dat is dus de reden dat jQuery, volgens mij is het nu niet meer zo, maar vroeger MIT en GPL gelicenseerd was. In ieder geval BSD en moet even kijken. Vroeger was het dual gelicenseerd. Volgens mij is dat intussen ook teruggetrokken. Maar dat die mensen op dat niveau met elkaar dat kunnen afstemmen. En dat was vroeger heel gewoon. Je deed een mailtje of Skype was misschien al wel hip toen. En je regelde dat. En dat vond ik gaaf. Ja. Ja. Zie je in jouw sales ook terug? Het open source gedachte. De community? De community. Voor hele grote delen wel. Ik zit nu bij een Druppel is geschreven in een taal die PHP heet. Een scripttaal, vrij toegankelijke taal. Hier wordt 80% van het werk in Java en Python en R gedaan. Dat zijn talen die wat meer academisch zijn, wat verder weg staan. Daarmee ook minder toegankelijk. Dus ik denk dat het moeilijker is om open source breder te delen buiten de professionele sfeer met dergelijke talen. En daarmee bedoel ik, het is een taal die, en de oplossingen die we doen, die zijn
daar heb je op je zolderkamertje niet zo'n behoefte aan. De meeste open source projecten beginnen met scratching your own itch. Ik heb ergens een probleem mee, ik ga het oplossen, ik heb een generieke oplossing, ik ga het delen. En dat begint van klein naar groot. Terwijl wat wij als bedrijf doen, en ik denk dat veel grote bedrijven doen, is hele grote oplossingen voor hele specifieke klantenimplementaties doen. Het delen daarvan in code, en dat is een van de assen van open source, is moeilijker. Maar het delen daarvan in lessen is veel makkelijker. Dus we spreken, medewerkers soms spreken echt heel veel op meetups. Of onze eigen code conferences of andere conferences, Spring, whatever. En dat maakt wel dat je op team niveau dat wel heel goed kan delen. In code zie ik, wij doen nog wel dingen in verschillende projecten. Maar zie je dat veel minder bijgedragen wordt dan bij toegankelijke talen als PHP. Maar betekent, zijn jouw klanten op dat moment ook bij dat soort, of potentiële klanten bij dat soort conferenties? Ja, bij conferenties, ja. Dat ligt eraan, wij doen werk wat meestal onzichtbaar is. Dus wij leveren heel vaak een API op, om maar iets te noemen, of een koppeling. En dat is minder sexy. Ja, je kan, voorheen had ik het met de CMO over de customer journey en over conversie en dat soort dingen. En dat is heel begrijpelijk, staat heel dicht bij de business. Wat wij nu doen, staat verder van de top van de business, maar veel meer echt in de kern van je bedrijf. En daarmee iets onzichtbaarder. En daarmee is het voor een klant op C-level niveau niet altijd duidelijk wat open source is of hoe je daar een bijdrage of wat het kan betekenen. Ik denk wel dat de meeste van onze klanten ons wel selecteren omdat wij bekend zijn in die kringen. En dat ze weten, oké, ik heb nu iemand nodig die een bus maakt of een gateway maakt of een koppeling goed voor zorgt. Hè. Als er echt veel geld over gaat en het echt ingewikkeld is en je wilt het echt goed doen, dan zoeken ze wel naar mensen die daar verstand van hebben. Ik noem ons wel eens de creators. Weet je, je kan bij ons komen en we creëren niet alleen code, maar we hebben dat wel eens eerder gedaan. En sterker nog, hele grote delen van de frameworks die we gebruiken, die hebben we ook zelf gemaakt. Dus come to the creators of zo, zo'n catchy phrase. Dat is wel wat ik probeer uit te stralen. En dat is volgens mij ook waarom mensen iets selecteren. Als klant wil je voornamelijk iets doen, iets kopen wat al eerder gemaakt is. Hè. Je probeert vertrouwen te kopen. Dat is denk ik wat de meeste mensen wel proberen. Yeah. En dan is het fijn te weten dat iemand dat al vaker heeft gedaan. En dat is de zekerheid die je koopt, denk ik. En dan is het de allerprettigste om te kopen bij de maker zelf van het product. Ik heb hem thuis ook, meneer of mevrouw. Dus daar in die zin werkt het, ja. Ja. Maar hoe vind jij nieuwe klanten? Dat is best ingewikkeld. Met een product wat een halffabrikaat is, is het heel ingewikkeld om te zeggen, meneer of mevrouw, wilt u dit kopen? Want het levert iets wat, waar de klant zelf iets bij moet doen. Om een voorbeeld te geven, bij machine learning hadden we in het begin een product wat alleen maar hier komt kennis uit, of wat machine learning doet, hier komt de waarheid uit met een bepaalde zekerheid. En wat ontdekte, omdat het die markt ook minder oud is of stabiel is dan een meer een back-end iets, is dat het niet genoeg was. Dat je echt een datavisualisatie of een portal, een bladerwoord, maar een voorkant bij moest doen om het zichtbaar te maken wat het levert. Want alleen een aansluiting leveren, hier ook een stickertje omhoog en hier is de API waar de kennis uitkomt. De klant heeft geen stickerdoos waar dat in past. Dus daar moet je veel meer leveren en daarmee dan heb je een veel zichtbaarder product. Dat is heel goed te verkopen. Of tenminste, dat is heel goed op een C-level niveau te verkopen. We doen recent een opdracht om schepen van A naar B, die transatlantisch gaan, dus van Europa naar Amerika, zo te laten gaan dat ze zo min dat we voorspellen hoeveel brandstof ze verbruiken. Mammoetankers letterlijk. En dan houden we rekening met de stroming, met de golfhoogte, met het weer. Maar ook met het in- en uitladen van de poort. En dat leren we ook van. En daar komt uiteindelijk dus een model achter. Wat echt visueel is. Waar echt staat. Hè, sales kan invoeren. We gaan van Barcelona naar New York. En dan gaan deze onderweg gaan we hier nog een keer stoppen. En dat maakt het veel makkelijker om dat te verkopen. Omdat het zichtbaar is. Als we alleen maar hadden gezegd. Hier komt de kennis uit. En hier heb je een interface. Of hier heb je. Ik hou de stekker omhoog. Is het veel moeilijker. Dus wij doen hier een aantal dingen. En een van de dingen die we doen is backend interfaces ontwerpen en beheren. En
dat is een hele andere markt. Daar ga ik niet op een beurs staan en zeggen, we hebben de API. Tenzij de beurs heel technisch is. Maar op een CMO zal... gemiddelde op C-level niveau zal het heel weinig boeien wat een API is of überhaupt waar de crate voor staat. Maar dit maakt het dus interessant, want het is super lastig om eigenlijk je klant te ontdekken, omdat ze zelf niet eens weten dat ze de API nodig hebben. Ja, nou wat ik, dat is een probleem. Een crate die ik wel eens roep is dat iedereen sales is. En dat geldt voor alles. Dus dat je het visitekaartje van het bedrijf bent. En, het gros van onze opdrachten, om het gek te maken, komen via onze eigen mensen binnen. Hmm. Mensen die mensen kennen, die weten dat ze hier zitten. En dat die op die manier binnenkomen. Dat is een heel andere manier dan outbound. Het is een inbound, maar intrinsieke inbound durf ik bijna te zeggen. Het gaat over vertrouwen en de mensen kennen. En oh, dan moet je daar zijn. Dat is een heel andere manier. Dat vind ik een heel prettige manier ook. Want de klant heeft al voor ons, de prospect heeft al voor ons in ieder geval als potentiële leverancier gekozen en gaat daarna enkel nog van, nou, gaan we erover eens worden over prijs, tijd en andere zaken. En dat stuk doe jij dan vooral? Dan mag ik hem meehelpen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik kom even terug op een jouw rondje in de ochtend. Ja. En een gebruik op Twitter. Ja. Je hebt we maakten net voor tijd even een foto. Dus elke 10 uur maak je een foto. Ja. En die tweet je met een hashtag. Ja, nou, niet altijd hoor. Maar wel niet vaak. Ik probeer elke avond een afscheid van het internet te doen. Het internet uit te zetten met de kreet natte zoen. En dan met heel veel zetten daartussen, zodat we gaan slapen. En daarmee zet ik het internet uit en mag iedereen lekker zijn oor op de kussen leggen. Nee, het is ooit begonnen. Ik weet niet waarom. Ik vond het ooit grappig. Ik vind natuurlijk een natte zoen afschuwelijk. Iedereen heeft zo'n tante gehad die echt helemaal niet in de buurt van dat gelebbe wil komen. Nadat ze twee advocaatjes op heeft. Ik had die tante overigens wel. Nee, ik vond het gewoon, juist omdat mensen het niet prettig vonden, vond ik het leuk om te doen. Dus mag graag. Ik kon me al goed voorstellen dat je 's ochtends binnenkwam en iedereen natte zoen. Nee, bij voorkeur niet. Nee, sterker nog, ik ben redelijk bewust van allerlei gevoeligheden in die hoek. We hebben nog niet over inclusiviteit en dat soort dingen gehad, maar ik probeer dat niet te doen. Nee. Herkenbaar. Ja. Nee, ik denk dat elk groot bedrijf, iedereen die professioneel is, die heeft tegenwoordig al door dat je, als je inclusieve teams hebt, dat je betere producten krijgt. Zo simpel is het. Wat ik hier heel gaaf vind, 80% van de mensen spreekt geen Nederlands en 50% van de programmeurs is vrouwelijk. Spreek gewoon geen Nederlands? Nee. Nee, dus het zijn totaal Engels. Alles is hier in Engels. Ja, alles. Op niveau dat zelfs als twee Nederlanders met elkaar praten, dat ze pas na 4, 5 zinnen zeggen: oh ja, we kunnen ook in Nederlands verder. Dus eigenlijk is het default is hier dat je alles Engels doet. Ja, ja. En niet dat Engels zo gaaf is, maar het maakt wel. Er zitten Canadezen, er zitten Australiërs, Polen, echt over de hele wereld. En dat maakt het heel grappig. En mensen maken hun eigen gerechten als ze jarig zijn. Ik denk serieus, je wordt een beter mens, je wordt een beter bedrijf als je meer facetten hebt. En dat doe je door je blik zo alle kanten mogelijk open te houden. Is dat van nature in het bedrijf zo? Is dat omdat er tekort is aan mensen in Nederland, omdat die dan naar Nederland zijn gekomen, die buitenlanders? Ja, ik denk dat het twee dingen is. Het is inderdaad een cultuur dat je openstaat voor derden. En dat is namelijk goed. En het is, waarom zal ik mijzelf tekort doen? Dat als ik weet dat er heel weinig programmeurs zijn, dat ik alleen maar naar blanke mannen ga kijken of witte mannen ga kijken. Daarmee zit je de helft, meer dan de helft, maar dan zit je jezelf te beperken op een manier die helemaal geen zin. Dat is één. Dus je kan zelfs, als je niet voor het doet om het beter te worden, dan word je er nog altijd zelf beter van. En het tweede is, het product wordt er namelijk echt beter van. Ik weet 100% zeker, en er zijn bekende voorbeelden van zo'n soap dispenser, misschien ken je hem, waarbij een blanke man houdt zijn hand onder een soap dispenser en er komt zeep uit, hè, op een wc. En er is een zwarte man die hetzelfde doet en er komt geen zeep uit. Gewoon simpelweg omdat niemand in het team, een andere huidskleur dan blank had, die het maakte. Nou, dat is een hele eenvoudige vorm om duidelijk te maken waarom inclusiviteit wel degelijk belangrijk is. Maar ik weet 100% zeker dat als je bredere teams hebt, die meer vanuit verschillende disciplines bij elkaar komen, dat je product beter weet. Dus dat zijn de twee, vind ik, belangrijkste redenen. Je product wordt er beter van en je kan meer mensen tot je krijgen.
En het is leuker. Dus dat is het allerbelangrijkste. Voor mij, het bijzondere is dat je gewoon, als je te maken hebt met mensen uit andere culturen, dan word je bewust van de gewoontes die je hebt. Ja. En de dingen die jij absoluut normaal ziet, waarbij je dan een ander ziet, dat is toch vreemd hoe zij het doen. En wacht even, het is niet vreemd. Zij doen het gewoon anders en ik doe het anders. Ja, maar wat bedoel jij bijvoorbeeld? Wat is een voorbeeld wat jij brengt? Nou, ik heb een tijdje gesproken met Danielle Brown. En Danielle Brown is antropoloog. Mm-hmm. En zij doet dat met name binnen bedrijven. En pakt dan voorbeelden van hoe tribes dat doen in oorspronkelijke vorm. Mm-hmm. En welkezelfde soort vormen spelen in bedrijven. En, mm-hmm. en dat vind ik wel een gaaf spel. Terwijl ik ben heel erg blank opgegroeid en ben altijd weer verrast over de andere kleuren die ik tegenkom als ik uit Doetinchem vertrek, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat is niet. Dat overkomt me gewoon, weet je. Dat is waar ik woon en ik woon prettig, omdat het voor mij de natuur en de rust fijn is. Ja. Maar die cultuur die hier is, die is ook super gaaf. Ja. Weet je, dat je met mensen te maken krijgt die op een andere manier eten, die gewend zijn dat je gewoon binnenloopt en iedereen mee eet. Ja. Weet je? Ja, 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 en waar wij zeggen, je moet mee eten, wacht even. Ik heb maar voor 5 man. Ja. Ja. Nee, ik ben zelf opgegroeid in Drenthe / Groningen. En daar staat de deur los, zoals wij dat noemen. En dan kom je gewoon binnen, altijd via de achterdeur. Hè? In dat soort dorpjes. Dat is bij ons al. Ja, in de dorpjes bel je niet aan, dan ga je via de achterdeur naar binnen, zo hoort dat. Ja. En dan klop je op de deur en zeg je volk en dan loop je naar binnen. Ja. Nou, dat is een heel mooi iets en dat is een deel van mijn cultuur of achtergrond. Ik zou bijna nu geen cultuur meer doen noemen, want ik woon volgens mij ook al 30 jaar in het Westen. Maar het is een vorm en dat is een hartstikke mooie vorm, dank je wel. Maar andere culturen hebben hetzelfde, anders. Yeah. En dat is denk ik het mooiste. Hetzelfde anders zijn is denk ik de grootste kracht die je kan hebben. En dus dat en als je samen hetzelfde anders bent, dan word je echt beter van. Yeah. Dus ik vind het heerlijk om op het platteland te zijn, dat ben ik echt. Ik waardeer het bijzonder. Maar toen ik opgroeide was het denk ik één anderskleurig jongetje bij ons op school. Denk ik, en dat weet ik niet eens meer zeker. En dat is niet hoe de rest van de wereld eruit ziet. Dus dat is, Ik woon in een arbeiderswijk en er waren 2 scholen, de openbare en de christelijke school. Of katholieke school. Katholieke school. En ik zat op de katholieke school en er zat 1 Italiaanse jongen. Ja. Tenminste, hij had een Italiaanse vader. En mijn moeders zus is een Italiaanse man getrouwd, dus bij ons in familie zit ook wel een beetje cultuur. Mm. Maar de openbare school, daar zaten vooral Spanjaarden en Turken die bij ons ook allemaal in de buurt wonen. Dus ik had wel wel relaties mee. Ja. Maar doet toch met ook al een wereldstad natuurlijk, hè? Nee, maar dat was Hagenbergen. Oh, oké. Okay. En het is toch wel weer een stukje kleiner dan Doetinchem. Ja. Maar dan nog, op het moment dat je denkt dat je wel wat ziet, maar op het moment dat je naar Amsterdam komt bijvoorbeeld, of naar Rotterdam, wat dan ook, dan zie je dat het niks is wat je hebt. Nee, dat klopt. Ja. En dat vind ik het mooie, dat je dan met z'n allen gewoon het op een andere manier kan oplossen en beter wordt. Ja. Ja. Zonder dat je iets... Er zijn allemaal mensen die allemaal bang zijn dat ze Sinterklaas afscheid moeten nemen. En joh, het is echt niet... Weet je, we worden met z'n allen beter. Dus ja, af en toe laat je een veer en dan krijg je er 4 bij. Weet je, dat is... En dat is natuurlijk goed dat je dat ook zegt, want dat is natuurlijk gewoon grappig. Onze hele historie is, hè, dus wij zijn nu, ik ben 51, er zijn generaties voor ons gaan die dingen anders dingen moeten laten gaan. Ja, dus dat is, daar bestaat, onze genen bestaan uit dingen die we hebben gedaan en niet meer doen. Ja. Gelukkig maar, weet je wel? Ja. Het is, helemaal eens. Toen ik student was, toen vonden we altijd tradities uit. En de definitie van een traditie was dat wat 1 keer eerder was gebeurd. Dus als we een keer iets gedaan hadden, dan was het daarna traditie dat we het altijd... En zo werken een studentenvereniging, zijn denk ik een soort gemeenschap in het heel erg klein, hè, heel erg specifiek. Maar zo werkt alles. We hebben Sinterklaas, als je kijkt naar de geschiedenis. 50 jaar geleden was het een blanke Piet en was het een zwarte Piet. Hoe kiefst, weet je, dat verandert. En of het nu... Mijn kinderen, nou, ze zijn boven de 10, dus ik mag zeggen dat ze niet meer geloven. Maar hoe kist wat voor kleur dat is? Het maakt er echt helemaal niets uit wat voor kleur Zwarte Piet heeft. Dat is wel grappig, want dat maakt in principe natuurlijk wel uit. Voor wie? Nou, als mensen zich daardoor... als zij zich daar... Dit is Zwarte Piet. Dus als donkere mensen hier zich benaderd voelen, omdat het een knecht is, omdat het een denigrerend beeld is... Dan denk ik wel dat het uitmaakt. Ja, oh nee, zo bedoel ik het natuurlijk. Ja, nee, zo bedoel ik. Nee, maar om of hij geel, paars of groen is.
Ik hoop dat ze alle kleuren erbij doen. Dat maakt me helemaal niks uit. En, dus, ja, dat is, en het is wel grappig dat mensen ze zo vast willen houden naar zogenaamde tradities. Ja. Terwijl ze niet zien dat andere mensen mee gekwetst worden. Ja, dat zag ik in het begin ook niet. Ik kan me nog heel goed een uitzending herinneren waar een man van het Goede Doel, de zanger van het Goede Doel, die zat daar. En de voorman van Kik Zwarte Piet Uit zat er ook. En die zei van, ja, maar ik word gediscrimineerd. Ik word Zwarte Piet genoemd. En ik dacht echt, waar heeft die man het over? Want ik had het nog nooit zo gezien. Wat misschien waar is, dat betekent dat ik het niet als discriminerend bedoelde, wat prima is, maar dat betekent niet hoe het ontvangen wordt. En ik denk dat je daar dat we daar gewoon iets meer mee, weet je, dat is denk ik waar het over gaat. Het gaat niet om of je discriminerend bedoelt, het gaat om hoe een ander ontvangt. Ja, en het grappige, we hebben nu een Zwarte Piet, maar hetzelfde geldt natuurlijk, jullie hebben een hele gemengde organisatie. Ik zag een uitleg over inclusiviteit en het ging over Miss en Mrs. Oké. Mister, die blijft altijd hetzelfde. Ja. Ja. Maar wat pas een Mrs. Ja, als je als je bent getrouwd. Ja. Wat is dit? Waar staat het? Dus ook op zo'n moment, daar denk je niet over na als man zijn, omdat je hebt daar helemaal nul last van. Ja. Maar als vrouw zijn, dan word je dus gediscrimineerd en word je pas gewaardeerd op het moment dat je... Dat is toch onzin? Nou, los van discriminatie word je getagd. Beschikbaar of niet beschikbaar. Of kan nog werken of niet werken. Ja, natuurlijk. Dat is een invulling daarvan. Ja, absoluut. Nee, dat maakt het mooi als je zo'n inclusief beleid hebt, maar ook organisatie hebt. Dat je dit soort dingen, en dat bedoelde ik dus straks, dat je van dit soort dingen bewust wordt. Ja. Waarbij je dus gewoon zelf niet bewust bent, maar wel bewust wordt plots. Of denk ik dat de ultieme vorm is dat je juist niet bewust van bent. En dat je eigenlijk open staat voor iedereen altijd. Dat klopt, maar je hebt anderen nodig om je bewust te maken dat sommige dingen anders zijn dan je had gedacht. Ja, dus je hebt Black History Month en daar is Morgan, heet hij, een zwarte acteur. Volgens mij heet hij Friedman. Ja, dat is een heel mooi stukje over wat hij zegt. Ja, maar ik wil helemaal geen zwarte, donkere history man. Want waar is de Joodse of waar is de, weet je? En dat is en zover zijn we niet. En ik weet best wel dat het nog... Maar ultiem zou zijn dat we dat soort dingen niet meer gaan labelen. Dat is volgens mij wel de ultiem waar we heen moeten. En ik weet wel lang niet zijn dat het echt wel bestaansrecht heeft. Ja. Alleen ik zou het ultiem vinden als we dat soort kleinigheden over geslacht of voorkeur voor seks of voor whatever. Als dat gewon echt onzin zou zijn. Ja. Dat is het mooiste. Ja, en dan hebben we nog wat een tijd te gaan. Onze kinderen maken het mee, maar wij denken. We hebben geen gemeenschappelijke kinderen voor de luisteraar. Nee. Mijn kinderen en jouw kinderen? Die staan precies. Die gaan dat denk ik meemaken. Dat denk ik en ook. Wij denk ik. Ja. En ik, sowieso, als ik kijk naar de verandering. Ik weet dat ik zat in de ouderraad van op de school van mijn kinderen, middelbare school. En toen werd daar het technasium opgestart, het traject. Ja. De ouderraad werd daarbij betrokken. En ik vond dat super gaaf. Mm-hmm. Het enige waar ik van baalde, het tweede ding waar ik van baalde was dat ik dit zelf niet kon. Ja, precies. Dat ik dit zelf niet kon. Ja. Maar ook dat mijn kinderen ook al dat gepasseerd waren, dat station. Want het zou gaan voor kinderen die op school zouden komen. Ja, niet meer de kinderen die daar al zaten. Ja, ja. Zoveel verrijking wat je nu meemaakt. En ik zat er ook te denken bijvoorbeeld aan dat een bepaald moment, een generatie, mijn kinderen nog net niet, hebben allemaal nog rijles gehad nu. Dat zal niet lang meer duren dat je geen rijles meer hebt. Ja, ja. Je stapt in een zelfrijdende auto. Dat is een heel gek idee. Voor ons is dat het moment dat je volwassen wordt of dat je autonomie verkrijgt of... misschien wel vanuit wat ik eerder zei, historie, dat dit is een traditie. Hè? Dat je hebt niet gerookt, dus papa betaalt je een bewijs van spreken. Zo ben ik nog in ieder geval. Ik kreeg mijn rijbewijs op mijn 30ste, maar goed, zo had ik opgevoed kunnen worden. Dat je lang genoeg gerookt, zeg maar. Nee, ik heb helaas veel te lang gerookt, maar tegen die tijd kon ik het ook zelf betalen. Nee, ik ben altijd met openbaar vervoer gereisd vroeger, tot ik verstokt autorijder werd. Maar het idee dat wat wij nu vasthouden als 18, dus je moet een rijbewijs hebben, want autonomie en je moet zelf naar je feestjes kunnen gaan of je vrijheid kunnen hebben. Heel beperkt gedachte, want een vrijheid zit niet in een blik met de wielen eronder. Dus, en daar leid ik inderdaad, want we hadden het over traditie, maar omgekeerde vorm van traditie is vastzitten in je hoofd, wat cement is. Ja, en dat, ik denk dat dus wel.